Ja. Hey, wordt het iets anders, hè? Want ik wil toch nog even doorlopen over die privacy en of mensen wel of niet gevolgd willen worden en hun voorkeuren willen geven. Ja. Want pas geleden heeft Microsoft die heeft de Do Not Track feature in Internet Explorer 10. Als ze die eventjes, of permanent is dat nu nog steeds? Standaard aangezet. Standaard aangezet. Ja. Do Not Track betekent een signaal aan websites om cookies en het tracken van mensen gewoon niet te doen. Ja, het is een vriendelijk verzoek van de browser aan de website. Inderdaad. Ja. Nou, nee, wat het is gedefinieerd als er werd vanuit privacy oogpunt werd er gezegd, nou, mensen, een hoop mensen willen niet getrackt worden. Het zou mooi zijn als je dat centraal in de browser kunt aanzetten. Daar is een header voor gemaakt. Een header is een klein dingetje, dat wordt naar de server gestuurd waarin een aantal gegevens staan. Ja. En zo kan je dus de Do Not Track header aanzetten. Maar wat er, die header is zo gedefinieerd dat hij moet de intentie van de gebruiker weergeven. Hij moet dus, de gebruiker moet expliciet gezegd hebben, ik wil niet getrackt worden. En dat moet omdat anders de advertentiemakers, de bannerboeren, niet mee zouden gaan. He, die zouden zoiets hebben van, ja, weet je, als dat standaard aanstaat, dan gaan we daar niet in mee, dan gaan we die header niet accepteren. Nee. Dus wat nu Microsoft heeft gezegd met EA10, als je het mensen vraagt, dan willen ze niet getrackt worden. Bijna iedereen, als je ze vraagt, als je uitlegt wat tracken betekent, en als je daarna vraagt, wil je dat wel of wil je dat niet, dan zal bijna iedereen nee zeggen. In algemene zin zeggen mensen dan nee. Ja. Maar wat mensen ook wel teruggeven is dat van, ja, als ik weet wie het is, ja, dan vind ik het in voorkomende gevallen geen probleem. Ja, ik bank hier bij de Rabobank, hè, om dat voorbeeld te gebruiken. Ja. En als het dan de Rabobank is en ik weet dat het niet een of andere Russische boef is, ja, dan vind ik het prima. Maar dan wil ik het wel graag zelf kunnen kiezen. En dat is wat mensen dan vaak zeggen als je ze die vragen stelt. Maar is het niet zo, dat mensen gewoon willen weten? Want dat vond ik pas geleden, we hadden het over de cookies en hoe heet het? Nu heeft zo'n beetje elke website van Nederland, die heeft zo'n waarschuwing. Oh jee, er komen cookies aan, pas op, hou je vast. Maar dit was heel erg makkelijk. Ik bedacht eens, dit is eigenlijk absurd. We gaan nu met terugwerkende kracht via rechtswegen gaan we dit verplichten, terwijl het gewoon eigenlijk educatie is. Ja. Maar weet toch dat je dit gereedschap gebruikt en moeten we daar niet eigenlijk meer aan doen? Moeten we niet gewoon zeggen van, hey, dit gebruiken we om jou van deze dienstverlening of deze waarde. Een soort van rijbewijs moet hebben voor het internet. Het probleem is, je krijgt het niet uitgelegd. En de meeste mensen die denken op het moment dat je hierover begint te praten, op een gegeven moment dat ze doorhebben. En precies van, oké, dus als dat Do Not Track aanstaat, dan zie ik geen advertenties meer. Nee, dat is niet zo. Nee, dan worden advertenties slechter. Alleen, ja, weet je, de kans dat ze voor jou relevant zijn, wordt kleiner. Je ziet nog steeds advertenties. Ja. En je gaat weer terug naar het internet van 10 jaar geleden. Ooit was ik